Hans, laten we beginnen bij het voetbal. Hoe heb jij, wat is jouw blik op deze wedstrijd? Dat je hem zelf hebt verloren. Je hebt verloren van jezelf. En, je mist 7 grote kansen. En het laatste gedeelte van de wedstrijd konden we niet brengen wat we normaal brengen in, met zo'n scenario. Met Erik voorop, zeg maar. Met 4 spitsen, met 3 achterop. Ja, en toen kregen zij meer kansen dan wij. Maar we hebben gewoon 700% kansen gemist. Als je kijkt naar het spel van Veerman en wat hij brengt, zo'n balvastheid. Is Veerman niet een speler die misschien vanaf het begin erin moet? Nee, ik zie Erik puur als wapen. Dus als scenario. En de laatste 20 minuten... hem brengen, of het liefst eigenlijk het laatste half uur, maar dan moesten we weer 2 keer wisselen in de rust en net na de rust. En dan heb je nog 1 verse wissel over. Dus ja, dat komt weer, dat kwam niet best uit voor ons weer. Denk ik niet dat Erik moet beginnen, want als je Erik vanaf het begin brengt, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Dan krijg je veel sneller lange ballen. Was vandaag overigens ook veel te veel op de lange ballen, maar ik vond dat wij een stijgende lijn qua voetbal te pakken hadden. Op vandaag na, we hebben niet, misschien niet ons voetballend ons beste wedstrijd gespeeld, maar... Ja, dat heeft ook te maken met druk van de tegenstander en dat deden zij goed. En wij deden dat niet goed achterin aan de bal. Zonde. Holder had, degene die op Holder stond, die had er moeite mee. Maar had Holder daar niet te weinig uit op dat moment? Ja goed, dan moet je dus alle kansen dus één voor één gaan doornemen. En dan kom je de conclusie dat Holder daar te weinig uithaalt. Dan komt de conclusie dat Pilon binnen moet koppen, dat Denny binnen moet koppen, dat Erik Veerman 1-op-1 komt met de keeper. En zo heb je dan nog een paar van die kansen. En dan heb je ook nog eens een keer dat wij een paar situaties niet goed uitspelen. Ja. Als je alles bij elkaar gaat optellen, dan doen we onszelf tekort. Ongeacht de naam van de speler. Oké, okay, nou, het voetbal. Daarnaast gebeurt er natuurlijk nog een hoop rondom het veld. Wat is jouw kijk daarop? Dat de supporters van Katwijk goed georganiseerd waren en de organisatie niet van Katwijk. De vraag is natuurlijk in het algemeen of dit soort gasten dan nooit eens een keer doorhebben dat 99% van de supporters het niet als supporters zien. Goed, wij zijn de Eredivisie van het amateurvoetbal. Dat moet gewoon beter georganiseerd worden. En daar is de club verantwoordelijk voor, dus in dit geval Katwijk. Daar zijn wij verantwoordelijk voor bij thuiswedstrijden. Maar zo is het vandaag gebeurd en ik heb nog niet eens, ik denk dat ik niet eens de helft gehoord heb. Ik ga zo nog even kantine in om te horen wat er allemaal echt gebeurd is. Ja, is natuurlijk zaten onze supporters als ratten in de val. Ja, en als je dan ziet hoe dat tot stand komt, dat de supporters van Katwijk dus achter hun doel willen gaan staan, daar waar zij moeten scoren in de eerste helft. En ze lopen langs elkaar heen, ja, dat is vragen om problemen. Mike, laten we beginnen bij de voetbalwedstrijd zelf. Hoe heb jij deze beleefd? Het heeft een beetje tweeledig, moeizaam. Maar ik denk dat we wel heel veel grote kansen hebben gehad om vandaag de wedstrijd op slot te gooien, zeg maar, de eerste helft. En we krijgen eigenlijk de goal vervelend tegen. Ja, en hebben we niet echt door kunnen drukken en weer kansen kunnen creëren waardoor we de wedstrijd naar toe konden trekken. Wat ging er mis bij de eerste goal? Nou, ik zag het niet goed. Volgens mij kwam er een hoge bal in. Verloor Sten volgens mij niet helemaal lekker zijn duel. Weet ik niet, overtraining misschien, kleine overtraining. Ja, die van de ban volgens mij, die schoot hem binnen. Dan komt ook deze keer weer Veerman, net zoals vorige week erin. En dan zie je meteen dat zich ook wel weer uitbetaalt in balvastheid. En dan komt ook 1-op-1 op de keeper. Ja, dan moet die bal er wel in. Ja, nou ja, goed, kan je Erik niet kwalijk nemen. Erik is geen spits, maar hij is wel elke week inderdaad, als hij invalt, is hij gevaarlijk. Ja, nu ook. Ik had hem toch gegund. Alleen we hadden hem in een eerder stadium al af moeten maken. We zijn de eerste helft ook een aantal keer alleen de keeper afgegaan. En daar viel hij niet. Ja, kijk, als je dan kijkt naar de tweede helft. Ik heb het over die bal inderdaad. Je zegt terecht, je kunt, kan misgaan. Maar zij hadden ook wel de 2-3, 4-0 kunnen maken nog. Ja, nee, kijk, natuurlijk. Maar als je een hele helft met 1-0 achter staat en dan ga je wat geforceerder spelen. En wat zij goed deden is dat ze continu press hielden op ons. En daardoor creëerden ze ook gewoon wel gevaarlijke kansen. En vooral uit standaard situaties creëerden ze wel wat. Alleen ik denk dat wij gewoon op basis van de eerste helft grotere kansen hadden. En ik denk als wij die hadden benut, dan was het een totaal andere wedstrijd geworden. En nu moesten we weer achter de feiten aan en het proberen om te draaien. En dan geef je ruimtes weg en dan krijg je altijd kans tegen. Helaas moeten we nu hier ook aandacht geven. Hoe heb jij gekeken naar de allereerste minuten, wat daar gebeurde? Ja, nee, goed, kijk, je ziet dat er op een gegeven moment een stroom supporters aan het oplopen is vanuit Katwijk. En eigenlijk zeiden we tegen elkaar in het veld al van het gaat fout. Maar ja, helaas gebeurde dat ook.
Ja, ik wil er niet te veel over zeggen. Wij zijn bezig met de wedstrijd. We krijgen er niet veel van mee. We hebben het geprobeerd te sussen. Maar dat lukte niet. En, nou ja, uiteindelijk ben ik blij dat beide supportersgroepen zich daarna koest hebben gehouden. Zodat we hebben kunnen voetballen. Dankjewel.